Hij zei, weet je niet meer te zak, maar even Sinterklaas, ik zelfs een lekkere piek is wel. Ja, dat kan wel, tuurlijk. Sinterklaas is weer. En dat betekent natuurlijk maar één ding, cadeautjes. Alhoewel, dan moet je natuurlijk wel een beetje lief zijn geweest dit jaar. Wie mag er volgens jou mee in de zak naar Spanje? Wie mag er wel mee in de zak, Ro? Oma? Nee, dat weten we niet. Nee? Ja. Weet je wel, iemand? Ja. Mijn moeder. Nee, ik heb geen oma meer. Maar mijn moeder bijvoorbeeld, nee, die zou ik echt niet meegeven. Nee. Hoeft u niet mee in de zak naar Spanje dit jaar? Ik wil het wel als het een aardige piet is. Hij zei, weet je niet meer te zak, maar even Sinterklaas, ik zelfs een lekkere piek is wel. Ja, dat kan wel, tuurlijk. Hij denkt. Waarom ik? Dat denk ik zomaar. Oké. Okay. Zo, dat is een lastige. Er zijn echt heel veel gegadigden. Ik denk Grapphuis. Trump. Aquasi. Rutte moet in de zak. Mijn verlanglijstje. Die heb ik dus niet. Nou, volgens mij wat je op het raam had gehangen. Wat stond er allemaal op? Een bestuurbare auto, een Lego. iPad. Ja, maar een iPad. Nou, ja, ik ben heel onbescheiden, maar ik wil eigenlijk nog wel een MacBook Air hebben. Een tablet. Heb jij zo'n grote schoen dan? Ja, nou ja, ik heb maat 41, dus best wel veel. Maar... staakerven of zo passen niet in. Nee, maar we gaan ook naast leggen. Dan is het ook goed. Doe maar dubbel zoute droppies die ik nodig. Daar word je dik van en wij willen niet dik worden. Want dat gaat alleen maar in de weg zitten. Welk liedje heeft u gezongen? O Denneboom. O Denneboom, O Denneboom. Wat zei je takken, wonderschoon. Sigrid komt een stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sinterklaas, ik zie hem al staan. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Gelukkig maar dat Sinterklaas ons helemaal niet mag meenemen, omdat we niet mogen reizen. Alhoewel, Sinterklaas, valt dat onder de niet noodzakelijke reizen?